Goedemorgen, kijk naar het weerbericht van Weerplaza van maandagochtend 12 maart. In het noorden en oosten van het land ligt vrij veel bewolking. In het rest van het land komt ook af en toe de zon tevoorschijn. Het is 8 tot 10 graden vanochtend. In het noorden is daarbij kans op een mistbank en in het oosten valt af en toe een spatje lichte regen of motregen. Vanmiddag vallen er verspreid over het land enkele regenbuien, waarbij de temperatuur uitkomt tot zo'n 12 graden in Den Helder tot zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond is het vrijwel overal bewolkt en regent het ook her en daar. De wind is inmiddels naar het zuiden gedraaid en is vrij zwak. Morgen hebben we te maken met vrij veel regen en een temperatuur die tussen de 6 en 8 graden ligt voelt het dan ook vrij kil aan. De wind is gedraaid naar het westen tot noordwesten en is zwak tot matig. Woensdag wordt het een betere dag. Het is vrijwel de hele dag droog. We zien ook af en toe de zon en temperaturen zijn gestegen naar zo'n 8 tot 12 graden. Donderdag blijft het ook lange tijd droog, maar aan het eind van de dag komt er een regengebied aan en vrijdag verloopt ook weer vrij wisselvallig, maar wel zacht.